Hoi, van harte welkom bij weer een nieuwe video binnen de reeks Brei je kennis uit. Vandaag een vraag die ik meerdere keren binnen heb gekregen, namelijk waarom adviseer jij om Engelstalige breipatronen te leren lezen? Nou, mensen die mij al wat langer volgen weten dat ik in de online breilessen en in de online breicampus eigenlijk altijd werk met Engelstalige breipatronen en ook mensen adviseer om daar vaardig in te worden, om die te leren lezen. En waarom ik dat adviseer is het volgende. Engelstalige breipatronen zijn heel eenduidig. Dus er is een aantal termen, dezelfde termen die in al die Engelstalige patronen eenduidig worden gebruikt. Dus knit betekent overal knit. Knit one row betekent overal brei één rij. Nou, een lijst van de veelgebruikte termen, van de afkortingen, wat ze betekenen en wat je dan vervolgens moet doen, die vind je op mirjammolenbeek.nl/gratis. Dus als je zelfstandig wil beginnen met het lezen van Engelstalige patronen, ga die dan zeker even downloaden. En dan zal je ook zien dat het eigenlijk, als je er vervolgens een Engelstalig patroon naast legt, dat het wellicht helemaal niet zo moeilijk is als dat het in eerste instantie lijkt. Sterker nog, als je de Engelstalige patronen onder de knie krijgt, dan is mijn ervaring, en dat krijg ik ook van iedereen terug, dat het inderdaad allemaal wel heel erg meevalt. Het voordeel van Engelstalige breipatronen is ook dat, anders dan bij haakpatronen, Engelstalig is Engelstalig. Er zit geen verschil meer tussen een Amerikaans of een Canadees of een Brits patroon. Engelstalig wordt echt ook gebruikt, ook door Nederlandse wat modernere designers. Die gebruiken eigenlijk altijd de Engelse breitaal om hun patroon uit te brengen tegenwoordig. Nou, een plek waar je heel veel hele goede patronen kan vinden is Revelry. Als je Revelry nog niet kent, of je nou breister of haakster of breier of haker bent, ik adviseer je zeker even mijn video over Revelry te kijken. Want daarin leg ik uit hoe het platform werkt. En daarin leg ik ook uit hoe je daar patronen kan vinden en hoe je kan kijken of het ook een goed patroon is. Anderen hebben die patronen getest, die hebben daar ook iets over gezegd. En het is altijd heel vervelend als je een patroon aan een breipatroon begint en halverwege ontdekt dat er dingen niet kloppen of niet helemaal goed zitten. Nou, dat is ook tevens het ding wat ik vaak met Nederlandstalige patronen heb. Heel veel patronen zijn vertaald. En die zijn soms vertaald of vaak vertaald door mensen die bijvoorbeeld wel van Engels naar Nederlands kunnen vertalen en van Duits naar Nederlands, maar die geen enkele breikennis hebben. Dus die dat heel letterlijk vertalen. Nou, wat zie je daar ontstaan bij Nederlandstalige breipatronen? Is dat termen dus verschillend vertaald worden en dat dus bij de ene breipatroon iets het een betekent en bij een ander staat wellicht een uitleg waarvan je überhaupt denkt wat betekent dit. En ik krijg dan ook regelmatig vragen van, kun je mij vertellen wat ik hier moet doen? En dan moet ik helaas antwoorden, nee, dat kan ik je niet vertellen. Want dan gaat het meestal om zo'n letterlijk vertaalde term die echt voor een breier gewoon niet te begrijpen is. Want ja, je hebt nou eenmaal de vaktermen waarbij je weet wat je wel of niet moet doen. Nou, er zijn natuurlijk ook wel wat Nederlandstalige ontwerpers die gewoon hartstikke goede, leuke Nederlandstalige patronen ontwerpen. Zet ze even hieronder als je ze ook weet. Ik weet, je hebt bijvoorbeeld het boek Sokkenbreien van teen naar boord en van boord naar teen. Nou, dat zijn fantastische patronen. Ik geloof dat Mooi van Draad ook Nederlandstalige patronen ontwerpt en daar gewoon de juiste termen voor gebruikt. Dus als je een breipatroon hebt dat gewoon oorspronkelijk door iemand die Nederlands is ook geschreven is en iemand die daadwerkelijk iets van breien weet, dan gaat het ook wel goed. Maar je moet dus uitkijken met die verkeerd vertaalde patronen. Heb je dus zo'n Engelstalig patroon, dan kan het eigenlijk alleen maar goed gaan. Dat is dus de reden dat ik altijd adviseer om met Engelstalige patronen te gaan werken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Nou, ik hoop dat dit een duidelijk antwoord was en dat je nu begrijpt waarom ik eigenlijk altijd met Engelstalige patronen werk. Heb je nou de lijst met termen gedownload? Ben je zelf al een beetje bezig geweest, maar wil je toch nog meer leren? Nou, in de online breicampus leer ik je bijvoorbeeld de flextrui breien van Tink & Knits. Dat is echt een heel erg uitgebreid Engelstalig patroon. Als je dat dus zelf een keer samen met mij doorlopen hebt, dan kun je daarna al die leuke patronen op Ravelry en op Instagram die je tegenkomt, die kun je gewoon met gemak dan zelf lezen. Nou, ik hoop dat je dit een nuttige video vond. Ga lekker eens aan de slag. Pak eens een simpel breipatroon en kijk of je het met de vertaallijst daarnaast, of je al wat stappen kan zetten en of je ook kan ontdekken dat het echt reuze meevalt. Dankjewel weer voor het kijken naar deze video. Heb je nou ook een vraag voor deze reeks? Mail hem even naar info@mirjammolenbeek.nl. Zet even in de onderwerpsregel vraag voor BJKU. En wie weet zie je jouw vraag en het antwoord daarop hier binnenkort verschijnen. Dankjewel weer. Veel breiplezier.